Ja, we staan hier voor de voordeur. En die was al versleten toen ik begon in 69. En ze hangt er nog aan. Vorig jaar bestond Westerbeek, Den Twist, het Peeldorp 100 jaar. Een markante periode wat uitgebreid is gevierd. Maar Westerbeek kent ook markante mensen. Daarvoor zijn wij op bezoek bij de familie van den Oever. Familie van den Oever, waar het katholieke geloof een prioriteit is, telt 13 kinderen. Is dat veel? Of in die tijd juist niet? Ja, dat is gewoon gegroeid. Maar toen we er 4 hadden, 2 jongens en een meisje, zei de huisarts, ik heb er wel iets voor. Ik zei, ik ook. Nou ja, toen was het zo. Daar vond hij vrede mee, had hij vrede mee. Ik heb bijna nooit iets georganiseerd. Het ging allemaal vanzelf. Een stukje van de stal af. En dan hadden we weer in plaats van een extra keuken, 4 slaapplekken, een douche en een wc boven. 2 dakkapellen erin gebouwd. Ik organiseerde eigenlijk niks, vind ik. Ik ben geen organisator. Ze hebben me ooit gevraagd om bestuur te komen van de Boerenbond. Ik zei, nee, doe me niet. Mijn vader zat er al lang in, maar die stopte toen. Ik had er geen zin in. Maarten en Johan zijn tegelijk naar school gegaan. Ik denk dat Maarten al zeker 6 was en Johan 5. Dat hij voor het eerst naar school ging met de fiets. Altijd zelfstandig met de fiets. 2,2 kilometer. En dan 1,5 kilometer zandweg. Tussenmiddag naar huis, ja. 12 uur de school uit, 1:30 begon hij weer. Toen Maarten van de lagere school afging, toen is hij van maandag tot vrijdag uit huis geweest. En daarna nog 7 meer. En aan het weekend waren ze voor altijd allemaal thuis. Klopt, dat was in Peteringen, bij Breda. Dat was een heel klein schooltje. Wij woonden bij gezinnen in huis. We hadden gewoon lessen. Alle vakken die je normaal op een middelbare school hebt. En ik denk dat het grote verschil met een gewone middelbare school was qua lessen is, we hadden niet speciaal heel veel godsdienstlessen, gewoon eentje per week, als er al een godsdienstleraar was, dat waren allemaal docenten die dat pro deo deden, zonder salaris te krijgen. Het geloof speelde vooral in de gezinnen een belangrijke rol. Nou, vanuit het gezin was het voor mij normaal. Vanuit de school gedacht, na de basisschool gingen alle kinderen naar een andere school. En ze gingen ook niet allemaal naar dezelfde, dus het was niet heel bijzonder dat ik niet naar Stevensbeek ging. Dus ik had wel elke keer een mooier verhaal van ik ging ver weg, ik ging al naar Tilburg toe. En dan van maandag tot vrijdag. En dat was voor mij een hele bijzondere ervaring, omdat je gewoon... Ja, ik leefde er eigenlijk al een heel jaar naartoe, want mijn oudere zus die zei al van, ja, dat is zo leuk, want dan gaan we dat doen en dan gaan we allemaal, na schooltijd gaan we dat doen en dat doen. Ik zat al helemaal, oh, daar wil ik ook naartoe. Dus ik vond het helemaal niet erg dat ik niet naar Stevensbeek ging. Het is wel jammer natuurlijk dat ik die vriendinnen van de lagere school daarna niet meer heb gezien bijna. En ja, dat is wel jammer, maar daarna heb ik andere vrienden en vriendinnen daar gemaakt. Die nog steeds vrienden en vriendinnen zijn. Eerst hadden we een indiaantje en nog een indiaantje en een blauwe en later een oranje erbij. En toen hebben we die oranje ingeruild voor een Mazda station. En later, toen hebben we de andere eentje, het indiaantje, ingeruild voor een bus. Een 9-persoons Mazda bus. En toen konden we 9 mensen vervoeren. Daar konden ze nog niet allemaal in. We zijn één keer, toen waren we in een hekken dorpje voor in Borselen. Ja, waren met 2 auto's, het busje en die Jaantje, of de rode Mazda was toen. En toen waren we weg, onderweg. En toen onderweg riepen ze in de auto, is er iedereen? Ja, iedereen is erin. Maar op een gegeven moment kwam er een auto voorbij scheuren. En die dwong ons tot stoppen. En toen zat Berda erin. Die zat in de zandbak.
te spelen bij die mensen. En die kwam met, waar wij weg. En toen zagen zij Menneke daar zitten. Ja. Al gaandeweg, hè, ook tijdens de basisschooltijd, bleefden we het geloof sterker dan gemiddeld, zeg maar. Dus dat het een belangrijke rol speelde in ons leven, dat was al helemaal duidelijk. En als kind groei je daar ook in mee. In die zin vond ik de stap naar de middelbare school, hè, waar ik dan op een soort van kostschool zat, als het ware. Hè. Dat was heel natuurlijk en gaandeweg. Hè, ga je er ook zelf over nadenken, begrijp je dingen ook veel beter. De verhalen die je ouders vertellen, de verhalen die andere mensen vertellen, de verhalen die de wereld vertelt. En toen werd het, was het een heel logisch verhaal. Mijn hoofd zat gewoon bij, ik ga naar de grote wereld en ik ga het dorpje uit. Yeah. En maar voor mij was het wel belangrijk om te weten, hier is mijn plekje. Yeah. Alleen, ik vind het wel leuk om ook de hele wereld te zien. Dus dat was voor mij een eerste stap, zeg maar. Die kennen we, allemaal persoonlijk, ja. En er waren er nog veel meer die eventueel mee hadden willen celebreren. Ja. Maar de kerk was ook niet zo groot dat het moest een beetje keuzes gemaakt worden. Ja. Maar het was inderdaad heel mooi de mis, zeg maar. Gewoon, iedereen wist gewoon, dit is een afscheid, maar het is ook een feest. Want omdat wij heel veel, we zijn gewoon... We weten gewoon, het leven hier op aarde is om goed te leven, om daarna gewoon verder ook goed te leven. Dus waarom zou je niet dankbaar zijn dat je eigen moeder het al heeft bereikt, zeg maar. Ik bedoel, daar ben ik van overtuigd. En dat, dus dat was een hele mooie viering. En dat denk elke dag nog van, het is jammer dat ze al weg is. Maar ik denk elke keer van, ze wacht wel op ons. Op allemaal. Ik denk dat qua organisatie, zoals mijn vader zegt, hij organiseerde de dingen automatisch, hè, zonder er veel bij stil te staan. Maar dat liep wel allemaal heel soepel, hè, met bepaalde structuren ook. Hè. Dus 00:30, 's middags, warm eten. Hè, dat was niet 13:45 of 12:15. Hè, dat soort basisstructuren zijn eigenlijk heel makkelijk. Maar die zorgen natuurlijk wel ervoor dat dingen heel, heel soepel lopen ook. We hadden een heel goede kok. Zeker. Vandaar dat er nou ook 4 professionele koks in de familie zitten. Ja, waaronder ik zelf ook. We hebben onze smaken ontwikkeld door te herkennen het verschil tussen boerenkool met wortel, zonder wortel, met ui, zonder ui. En de worst met kruiden, zonder kruiden en eieren bakken, daar was papa een ster in. Nou, dat is de basis. En daarna ga je naar een school waar je nog meer technieken leert. Ja. Ik heb zo ooit een boekje gekregen van mijn schoonvader. En die wist niet of dat goed was. En toen of ik dat wou lezen. Nou, ik heb het gelezen. Ik zei, dat is helemaal goed. Er staat niks verkeerd in. En dat was het boekje van de Vrouwen van alle Volkeren. Van Amsterdam. De verschijningen van 1947 tot eind 60, dacht ik. En toen zei hij, ik heb nog één, zei hij. Wist je ook niet of het goed was? Dat heb ik ook gelezen. Dat was het boekje van de kleine zielen. Dat was, je komt van Chevremont, van België. En er zijn al 4 delen van. En dat is heel interessant om te lezen. Toen heb ik die boekjes in het dorp een beetje verspreid. En er kwam één boekje ook terecht bij een juffrouw die was gepensioneerd. En die vond dat ook, die was er ook, stond er helemaal achter. En toen zei ze, ik wil de kinderen wel godsdienstlessen geven vrijdags naar school. En ze hebben ze van het toen af, alle kinderen, vrijdags naar school gingen ze daar een 3 kwartiertje naartoe, kregen ze limonade en een koekje. En zij gaf ze dan godsdienstlessen. In het dorp was de juffrouw, een beetje minder, die was een beetje te, noemen ze dat. Maar die was heel goed. Ze had altijd een zonnebril op en dat was ervoor dat ze anders te goed zag. Ik heb wel heel veel boeken gelezen
En de laatste 2 weken heel veel op een tablet van die verschijningen. Je kunt ze allemaal ophalen als je wilt. Als je er één in toetst, dan krijg je de ander erachteraan. Van Beneu, Lourdes, Pompman. Ja, ik ken al de namen, ken ik zo niet. Maar er staan heel veel filmpjes op. Alleen, soms dan schrijven ze, en dat wil de kerk eigenlijk niet hebben dat ze dat schrijven. Dat is ook niet zo. Ze bidden aan bidden Maria. In die tekst dan. Ik denk, hey, ho. Wij aanbidden niet, wij vereren ze. Maar ik kom er verschillende keer tegen in die filmpjes dat ze Maria aanbidden. Ik denk, dat moet je niet doen, want de protestanten die pakken jou erop. Snap je? Mensen moeten gewoon zelf goed kijken. Kijk, straks hadden we het over, hè, is het voor jullie nog heel, hè, nog steeds vanzelfsprekend? Hè? Of, hè, hoe sta je nu in het geloof? Ja, dat is nog steeds, dat verdiept zich eigenlijk. Hè? Met de dag kan ik niet zeggen, maar met het jaar. Dus het is heel, heel waardevol om daar stil te staan en heel veel goede dingen uit te halen. Ook voor dit leven al. Dus niet alleen voor, hè, want inderdaad, we geloven dat mijn moeder in de hemel is. En dat geeft heel veel geluk. Maar het maakt ook dit leven veel, veel mooier. Okay. Ja. Ik droomde dat er een groot man kwam. Die ging vlug weg. Er kwam weer een groot man. En die bleef heel lang. En ik wist niet wat het was. En Annie is toen 's morgens naar het toilet gegaan, die kwam dus terug. Ze zette de radio aan. En daar kwam op, de paus is dood. Dat was paus Paulus VI. Dat was je droom? Dat was me. Ja, een groot man kwam, ik ging vlug weg. Ik kwam weer een groot man en ik bleef heel lang. En ik leek me zo van de 20 jaar. En dat was... Na Paulus de VI kwam Paus Johannes Paulus de I. En ja, die is met 33 dagen geweest. Paus. En toen kwam de Poolse paus. Ja. Het is wel raar dat je dat droomt. Dat je dat droomt, ja. Dat je een droom. Ja. Iets en dan daarna uitleg krijgt. Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb ze gisteren gesnoeid, eergisteren. En dan zouden van te kijken dat die zo hard uitslaan als je ze hard snoeit. Goed, zet hem door, meneer. Kijk, en hier zit ik te lezen dan, hè. Dan pak ik een boek. En dan zit ik er lekker te studeren. Ik zit hier vast altijd zelfs. Als je nou niet wat wist, had ik er alweer gezeten. Kijk, en dan heb ik in mijn plank. Dan leek de krant op. Ik heb binnen zo'n ding liggen van een bananendoos. En trimmen doe ik hier, hè. Op mijn paard. 50 keer. Kijk, maar hier staan mijn gasten, hè. Het mag niet eronder geschreven. Luisteren is goed, gehoorzamen is beter. Dat heeft 28 jaar op de boerderij gehangen. En hier Maria met Jezus. En er zit een vignet op de mond. En ik zeg, dat is, Jezus is dood, mond doodgemaakt. Johannes 23, Paulus 6. Johannes Paulus 1, 2. Benedictus is nou net overleden. En nee. Dit is wel Benedictus. Ja, ja, ja. Dit is Franciscus. Ja, ik zit hier heel, ja. Er was vroeger een vijvertje, het Bernhard had aangelegd. Nee, ik heb het weer, die tegels lagen ook als zitje na de vijver. Ik heb het een beetje omhoog gewerkt, ik had nog hoger moeten liggen. En het paadje, maar Annie, ja, die moest er ook kunnen komen met de rolstoel. Ja,
padje. Ja, dat is echt een fijn hutje. Kijk, dit was dat boekje van wat ik van mijn schoonvader gekregen had. En toen kreeg ik dit. Hier, heel mooi. Ik kan nog een foto van maken. Oh, dat is de hut. Oh, daar zitten die foto's van dat in dat boek. Heb ik ook nog nooit gedaan voor ik kwam. Ik kwam ook van de boerderij. Ja. Die melkstoel zit onder uw kont, hè? Ja. En daar zitten riempjes aan. Ja. Die hebben 50 jaar dienst gedaan. Ja, dat waren goeie. En die waren nog niet versleten. Nee. Alleen het riempje waren met ons gespen. Ja. Daar heb ik een stukje moeten vervangen. Ja, ja. Dat was, ja. Maar tussen de koeien is vet, hè? Ja. Ja, dat smeert. Het pinnetje heb ik een paar keer stukjes aan moeten lassen. Ja. Maar de riempje was 50 jaar oud. Ja. Dat is altijd zo'n... Een boekje, ja. Dat is ons niet bekend en toch is het wel van... Deze van zoveel naar de diepte. Je had, zo te zien, koeien, veebedrijf. Vee. Ja. Kijk, dat heeft tot 1949 is die verschijning geweest. Ja. Tot vanaf 25 maart 1935. Ja. Ja. Ida Peerdeman. Ja, Bernhard wou wel alles nieuwe kozijnen doen, maar toen kreeg hij zo'n groot papier dat het toch te gek werd. Hij had alleen maar aan die kant die deuren vernieuwd. En ik had hier, dat is gewoon de oude ruit. Wij hadden er rolluiken voor van die stalen. En die zaten al een beetje vastgeroest. En toen heb ik die met een liter olie per luik. En ze hebben altijd wat gelopen. Olie, dat was gewoon een wondermiddel. Als je geverfd had, was het slecht geweest, dan had ik ze geolied. En toen bleven ze lopen. Maar de voordeur is eigenlijk, als je een beetje ergens wat winst kan maken, dan komt er misschien een nieuwe in. Ja, die is toch altijd op slot, dus de ingang is aan die kant. Ja. En die balkvensters, die waren er vroeger niet. Bij die ramen, even kijken. Achter de pijp, dat was de grote schuurdeur met die deur erbij. Daar kan je nog zien als je goed kijkt. Dat was een hele hoge schuurdeur.